Hallo jongens en meisjes, daar zijn we weer met vlog nummer 11. Vandaag... 11? Het was toch vlog nummer 10? Ja, dat ding dat staat nog steeds op te loaden of te load uppen, of te uploaden. Je weet hoe het gaat. Het schiet niet op. Groot bestand. Behoorlijk, ja. Wij gaan in ieder geval verder met de volgende vlog. Vlog nummer 11. En dat gaat vandaag over Nevaza. Meester Liam! Hey, meester Liam, waar blijf je nou? We gingen toch Waza doen? Nee, ik bedoel Nevaza, joh. Kom nou hier. Oh, dan kom ik eraan. Ik kom erbij, dan kunnen we aan de gang. Ja, Waza toch? Ja, nee, bij judo heb je Tachiwaza, dat zijn de staande oefeningen. Oh. Aha, en we hebben Nevaza, dat zijn alle oefeningen op de grond. Daar heb je bijvoorbeeld Shinwaza, dat zijn verwurgingen. Kansetsuwaza, dat zijn armklemmen. En Sekomiwaza, dat zijn de houtgrepen. Oh, van Osekomi? Van Osekomi, op de twee houtgrepen, precies dat. Osekomi is houtgrepen. Nou, dan ga ik naar de grond. Pak maar maar. Jullie zijn natuurlijk ontzettend creatief met het bouwen van je eigen zaal. Levi en Laurens, hartstikke goed gedaan. Die hebben er eentje gebouwd van Minecraft. Maar de meeste jongens en meisjes die hebben judozalen gebouwd met matrassen, tuinstoelkussens, bankkussens. Complete woonkamers worden verbouwd om jullie eigen judozaal te bouwen. Vinden wij natuurlijk hartstikke tof. En als je dan je eigen judozaal hebt gemaakt, dan leg je iemand neer. Benen wijd, armen wijd. En je gaat zitten bij de oksel van degene met wie je aan het oefenen bent. Eén arm mag onderdoor het hoofd, andere arm mag onderdoor zijn arm. En dit noemen wij de Yoko Shio Katame. Denk erom dat je niet je vingers in elkaar sluit, want dan kan je bij judo je vingers breken. Dus of je houdt hem vast aan zijn kleren, of je houdt jezelf vast. Goed aantrekken. Dit is Yoko Shio Katame. Vanuit hier kan je naar de Tate Shio Katame. Daar klim je er overheen. En dan om hem strakker vast te leggen, hou je de benen hier ingesloten. Ja? Nou, wanneer we verder willen naar de Kesa Katame, zet ik één been uit. Met één been blokkeer ik zijn buik, zodat hij niet meer kan bewegen. Schaar ik hem onderdoor en vang ik hem hier op. Arm onder de oksel door, hebben we een Kesa Katame. Als hij weg wil, kan je hem ook hier nog opsluiten. Helemaal prima. Nou, dit kan je heen en terug doen. Met deze drie houtgrepen kan je in principe al gewoon wereldkampioen worden. Oefenen dan. Ga ik nog even door. Ja jongens en meisjes, dit was hem weer. Vlog nummer 11. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad, dat je het leerzaam vond en dat jullie er snel mee aan de slag gaan. Ja, en dan zien we jullie inzendingen wel weer tegemoet. En naast dat jullie goed bezig zijn met de vlogs, zijn jullie ook super goed bezig met het delen, met het liken, met ons volgen op Insta, op Facebook. We hebben meer dan 200 abonnees op YouTube, dus help ons naar de 300, naar de 500, naar de 1000. Jullie zijn lekker bezig. Mijn complimenten en tot morgen. Tot morgen.